Kameraden, wij worden uitgewoond. Al 30 jaar wordt de volkshuisvesting in Nederland structureel afgebouwd. Al 30 jaar merk je dat de huren steeds duurder worden en mensen die naar een sociale huurwoning zoeken steeds langer moeten wachten. 7 jaar moet je wachten. In de meeste steden is het meer, 10 jaar. De huren, gemiddeld 1000 euro, dat is hartstikke veel geld. Ik kan dat niet betalen. En dat is waarom wij, met een hele grote groep jongeren, de uitgewooncampagne zijn begonnen. En dat zie je nu achter me. De uitgewooncampagne. De uitgewooncampagne heeft een aantal doelen. En dat is, dat leg ik zo uit, maar het belangrijkste is om weer te herstellen wat ooit geweest was, namelijk de woningnood ten einde brengen. En we zijn er afgelopen week mee begonnen. We hebben acties gevoerd in verschillende steden in Nederland. In Zwolle, dat zie je nu. In andere steden zoals Leeuwarden, Den Bosch, Groningen. We hebben overal geplakt met stickers, bij leegstaande panden, bij grote billboards. Om overal maar te laten zien met onze neongroene stickers, wat is hier aan de hand? Wat moeten wij doen? We moeten in actie komen. In Groningen heeft een hele grote groep activisten met tenten gestaan op het grote Marktplein. Het grote Marktplein, daar komen heel veel Groningers. En ze hebben allemaal gezien met een groot spandoek waar wij voor staan. Goede huisvesting voor mensen. Betaalbaar. In Amsterdam hebben we een woonkamer nagebouwd. Eentje zonder muren en zonder dak. Om te laten zien hoe het leven is als je geen huis kunt vinden. Je staat in de regen, je staat in de kou en in de wind. Een groot probleem, want je hebt dat nodig. Je hebt een dak boven je hoofd nodig. Basisbehoefte, misschien nog wel nummer 1. En dan komen we bij Utrecht, hier heel erg dichtbij. In Utrecht heeft een hele grote groep 's nachts gekampeerd op het Domplein. Dat heel grappig beeld, maar in feite was het niet zo heel erg grappig, want het waaide dus heel erg hard. Zo hard dat het onveilig werd. En als je het onveilig maakt, dan moet je misschien oppassen. En we hebben het uiteindelijk moeten opbreken. En dat is heel jammer. Maar dat geeft wel aan waarom huizen zo belangrijk zijn. Je kunt niet zomaar gaan kamperen op het Domplein. Je hebt gewoon een huis nodig van stenen. Hier zie je een foto achter mij. Daarom zijn wij in actie gekomen. En dat merk je nu ook aan de petitie. Die is al een paar duizend keer gekeken. Het leeft heel erg. En we gaan niet voor de lol staan. In de regen, in de wind. In vriezende temperaturen, 's nachts wel. Dat doen we niet voor de lol. Het is heel belangrijk om dit aan te pakken. Maar een woningnood, die los je niet in één dag op. Net zoals die niet in één dag gecreëerd is. En je moet hem ook niet oplossen, je moet hem voorkomen. En daar is dus iets heel erg groot misgegaan. Dus wij moeten nu stappen ondernemen. En dat moeten we ook snel doen. Om ervoor te zorgen dat wij in de toekomst ervoor zorgen dat wij nooit meer zo'n situatie hebben. Dat iedereen in Nederland fatsoenlijk kan wonen. En we hebben een plan. En we gaan werken met experts. Ik bedoel, we blijven sociaaldemocraten, socialisten, dat hoort er een beetje bij. Om het allemaal mooi uit te werken. Maar we hebben al 3 belangrijke kernpunten. En de eerste is, haal die markt uit de woningmarkt. Want het is echt onacceptabel dat mensen winst maken op een huis. Je kijkt naar Funda, je ziet niet mooie buurt. Nee, je ziet goed beleggingsproduct. Waarschijnlijk veel rendement. En dat kan niet. En dat is dan ook niet zo gek dat huizen dan onbetaalbaar zijn geworden. Dus dat is het eerste. Ten tweede moet sociale huur toegankelijker worden voor eigenlijk bijna iedereen. Want volgens mij wil iedereen, alle 1500 van jullie die in deze zaal staan, graag fatsoenlijk en betaalbaar kunnen wonen. En niet meer dan 70% van je inkomen kwijt te zijn aan wonen. En het derde punt, en dat is eigenlijk het belangrijkste punt, dat is dat het klaar moet zijn met dat wij niet het heft in eigen hand kunnen nemen. Wij moeten zelf ervoor kunnen kiezen, als samenleving, als Nederlanders, om te bouwen. Om het woningprobleem op te lossen. We moeten samen de regie hebben. Vanuit woningbouwverenigingen, vanuit de overheid, wat er ook nodig is om het maar bij projectontwikkelaars en bij pandjesprinsen weg te halen. En ik zie heel erg veel knikkende blikken van, ja, daar ben ik het mee eens. Maar dat is precies waarom ik hier sta. We hebben jullie allemaal nodig om te helpen om dit voor elkaar te krijgen. Dus ga het gesprek aan. Volg ons op sociale media, uitgewoond. Volg ons op van alles, overal. Ga het gesprek aan met je buren, met je vrienden, met je familie.
met de slager en met de bakker ga praten over de woningnood. En dat dit een probleem is wat niet gecreëerd is door iets onzichtbaars. Dit is een probleem dat is gecreëerd door mensen en het kan ook opgelost worden door mensen. Daarnaast is het belangrijk, kom mee, doe mee, fysiek. Kom bij onze stand, teken de petitie, vraag, hey, hoe kan ik helpen? Want iedereen hier kan helpen en we kunnen het alleen maar samen oplossen. En samen gaan wij ervoor zorgen dat wij in Nederland en in de rest van Europa, maar vooral eerst in Nederland, weer fatsoenlijk kunnen wonen. Dankjewel. Luna Koops.